Kwamen in de problemen? Of, uh... Uh, we kwamen we wel eens uit in de problemen. Maar het hoort erbij. Dat is het, het spelletje ja. waar je speelt. Ja, nou actus accepteerden we. En dan gingen we gewoon weer een uurtje schrijven. <laughs> ja, dat is dan zo. Daar weten we, als je dingen doet en je wordt gepakt. Ja, helaas. Ja. Welkom allemaal. Je luistert naar de SCTV podcast Waarin we in gesprek gaan met interessante medewerkers van onze school. Hallo, ik ben Timo. En ik ben Noor. En vandaag spreken we met Patrick van der Heide. Patrick, wilt u u even voorstellen... Nou, hallo Timo, hallo Noer. Ik ben dus van de van van Rijden. Ik ben conciërge op Stedelijk College hier in Eindhoven. 44 jaar, woonachtig in Best. Patrick, wat is eigenlijk jouw rol hier op school? Nou, wat ik al zei, ik ben een van de conciërges. En met de conciërges zorgen wij ervoor dat de school uh, begaanbaar is, veilig is en netjes blijft. En hoe doen jullie dat dan? Nou, we beginnen altijd met in de ochtend te staan in de fietsstalling, dat de fietsen netjes weggezet worden. We zorgen dat de leerlingen de juiste plekken opgaan, de juiste trap naar boven lopen, de lift niet gaan gebruiken. Tussendoor hebben we nog een aantal pauzes waar wij in surveilleren, zodat de leerlingen netjes, alles netjes blijven houden. We spreken ze aan op slecht gedrag, we maken een praatje met de leerlingen. En ooit krijgen we verzoeken van docenten of ander personeel, dat er iets gerepareerd is, of iets weg is, of iets zoek is. En dan gaan we zorgen dat dat weer terechtkomt of gerepareerd wordt. Hoe kent u alle leerlingen op deze school? Ja, dat weet ik ook niet. Dat is een geave, denk ik. ik uh... Ja? Ja, ik leer ze kennen tijdens de corvée. En als ik ze een aantal keer bij de corvée heb, dan kan ik meestal van, ja, bijna bij alle leerlingen wel de naam onthouden. Oké. Okay. Zijn ze nooit door elkaar of zo? Dat gebeurt ook wel eens ooit, maar dan corrigeren de leerlingen mijzelf wel. <laughs> en wat is eigenlijk het grappigste, de grappigste gebeurtenis die je ooit op school is gebeurd? Uh, moet ik heel even goed nadenken, want er zijn natuurlijk gebeurde dagelijks leuke dingen en wat echt het grappigste is toch wel een aantal jongens die een vriend terugwouwen pakken. Die vriend had hen, hun fietsen aan elkaar gemaakt met een slot, dus hadden hun het leuke nie om zijn fiets in de boom te hangen. <laughs> natuurlijk deze dat weer net bij het, het oude gebouw voor het kantoor van de directeur, dus ja daar was dus niet zo slimme timing. En wat was er gebeurd met de leerlingen? Nou, die hebben een paar uur mogen prikken, maar ik vond er zelf, kon er wel mee lachen. Is de fiets nog heel uit de boom gekomen? Jawel, want ze kregen hem niet goed erin, dus die hebben we heel <laughs> makkelijk uit de boom kunnen halen. Patrick, hoe ben je eigenlijk conciërge hier geworden? Nou, conciërge ben ik geworden op aangade van een collega bij PSV. Die man is zelf conciërge op het Piëstien College en die zei dat het echt iets voor mij zou zijn. Dus heb ik gesolliciteerd en ik ben hier aangenomen. En uh, wat voor eigenschappen heb je nodig om een conciërge te worden? Ik denk dat het heel belangrijk is voor een conciërge om goed met leerlingen om te kunnen gaan. Dus goed met jeugdigen om te kunnen gaan. Kunnen aanvoelen wanneer ze echt hulp nodig hebben. Kunnen zien, hey, die ene jongen of meid, die doet nou anders dan wat hij normaal doet. Speelt er iets, is er iets meer aan de hand? Dat is denk ik het belangrijkste voor een conciërge. Okay. Zou je het aan andere mensen aanraden om conciërge te worden? Ja, absoluut. Het is een leuk vak. Uh, iedere dag is anders. Je hebt leuke dingen, je hebt minder leuke dingen. Het wisselt elkaar af. Er zijn dagen bij dat je gewoon de hele dag zit van, pff, ik heb niks te doen. En andere dagen die kom je om in het werk denk je, ik krijg het allemaal niet gedaan op één dag. Dus ja, afwisselend leuk. En sowieso het contact met leerlingen is leuk. En uh, wordt u er altijd blij van welke om uh, weer te gaan werken of uh, verschilt het bij dag? Nee, ik heb altijd, ik had altijd met een goede zin naar het werk. Oké, okay, dat is mooi. Dat, is, dat vind ik wel een van de belangrijkste voorwaarden voor mezelf. Ik moet het wel naar mijn zin hebben op mijn werk. Ja. En dat is hier absoluut. Dus conciër is conciërge niet iets voor jullie? Ja, voor wat ik later wil doen, niet echt. Ja. En uh, ja, ik ben best wel ongeduldig. Dus voor als ik ouder ben... En dat ik kinderen iets fout zie doen, dan word ik wel snel ongeduldig. Okay. En ik zou wel streng zijn waarschijnlijk. Okay. En jij, Ja, Ik heb gewoon zo'n gevoel dat ik niet met die leerlingen allemaal om zou gaan. En vooral als het echt zoveel zijn als hier op school. Maar ik vind wel dat een conciërge wel belangrijk is voor een school ja. en uh, publieke plekken. En uh, dat de conciërge ook de sfeer omhoog haalt van de school. En uh, dat er wel altijd zulke mensen nodig zijn... In zo'n uh, omgeving. om de boel onder orde te houden. en de boel leuk te houden. En je hebt altijd wel een uh, gezellig iemand om naartoe te gaan. en vooral hier op school hebben we heel veel gezellige conciërges. Nou, oh, dat is fijn om te horen. Dat is leuk om ja. te horen. En waar vinden jullie dat een conciërge aan moet voldoen? Ze um, dus we moeten wel geduldig kunnen zijn. met de leerlingen. en um, ook uh, veel sympathie hebben. En. Um... Ook kunnen ingrijpen wanneer het nodig is. Okay. En niet We weten wanneer het ergens anders Oké, maar ja, ik heb bijvoorbeeld zelf nee maar vaak met de leerlingen even een praatje te maken. Ja, ja dat, is, dat, dat is gewoon heel top hoor. Ja, en dat wordt ook wel gewaardeerd. Lijkt ja, ja. Nou, super. En wat ik zelf heel vaak tegenkom, is dat leerlingen de drempel heel laag vinden om met de conciërge over bepaalde problemen te praten. Omdat er uh, ja, een conciërge zoals u. Is wel uh, iemand die uh, wel dingen aan kan vertellen, soort van problemen. Want u luistert wel goed en uh, okay. ja, u bent sympathiek, zoals hij zei. Dus, nou, ja. En ja, wij we. We, we weten, conciërges, die helpen altijd. Dus als je dan bijvoorbeeld met een persoonlijk probleem zit, dan denken wij misschien van, ah, misschien kan hij ook wel helpen met mijn probleem dit keer. Ja, dat nou is. Ja. Inderdaad, dat gebeurt regelmatig. Uh, ja, hoe zit het met uw familie? Mijn familie, ja. Ik, ik heb een moeder en een zus. Mm -hmm. En mijn vader is een aantal jaar geleden overleden. Gecondoleerd. Uh, ja, dankjewel. of meer tien jaar geleden. Dus daar zijn we wel weer gewend aan geraakt. Ja, en dat is alles een beetje... Ja, ik heb twee honden. Oké. Okay. Wat doet u eigenlijk buitenschool? Buitenschool? Ik ben nog werkzaam bij PSV. Daar ben ik steward. Ik rij graag op mijn motor rond en ik... Uh, ja, ik ben in de jaren tachtig freak. Wat doet u dan eigenlijk als steward? Wat dus is eigenlijk een steward? steward zorgt voor de veiligheid in en rondom het stadion met wedstrijden. Dus ik ben steward hier bij PSV. We beginnen met de klanten, toeschouwers, toe te laten. We binden het laatste kaartcontrole of ze op het juiste vak zitten. We doen de fouillering, zorgen dat er geen verboden spullen mee het stadion in mogen. En we wijzen ze naar de juiste plek op het stadion in het vak. Oké. Okay. Ja, Mochten er de problemen zijn, dan moeten wij ook ingrijpen. Dus eigenlijk bent u gewoon bij PSV ook conciërge. Enigszins wel, alleen daar is vrijwillige basis en dit is een betaalde job. Heeft u een paar bekende spelers ontmoet? Uh, in principe zie je heel vaak spelers, maar ik ging vroeger ook regelmatig bij de trainingen kijken van PSV. Dus ja, Hans van Breukelen, Romario. En laatste heb ik nog, Doets, Ballas Doetzak nog even een keer gezien. Dat is wel leuk. En als je dan vaker daarbij te kennen ze jou ook en dan roepen ze. En dan praat ze ooit een keertje met je. Dat is leuk. Ja, dat is best wel leuk, ja. Je had nog gezegd dat je ook aan uh, motorrijden deed. Wat voor motorrijden eigenlijk? Ik rij een Triumph Bobber. Is dat een uh, elektrische of een uh, gasmotor? Geen geluk, gelukkig geen elektrische, nee. Het is gewoon eentje op benzine. Dat is eentje die heel veel herrie maakt. Niet zo heel erg hard kan rijden, maar dat hoeft ook niet. Maar het is gewoon super lekker. Hij zit fijn, rijdt fijn, maakt een mooi geluid. En gaat u er ver mee in de zomer? Ooit wel, ooit niet. Maar oh, Vaak okay. zijn het wel gewoon een leuke rondjes van een paar uur. Uh, Sleutel jezelf eigenlijk dan ook aan die motor? Of laat u dat aan anderen doen? Dat laat ik aan anderen doen. Er zit <laughs> nog te veel techniek in. Dat is uh, niet meer bij te benen als en Vroeger met mijn brommer wel, deed ik al gaan sleutelen. Maar met de motor ga ik daar niet aan beginnen. Dat is te ingewikkeld. En uh, we hadden ook vernomen dat u een verzamelaar bent. Wat voor dingen verzamel je dan eigenlijk? Ik verzamel spullen uit de jaren tachtig. Dat zijn mijn jeugdherinneringen. Maar vooral uh, speelgoed uit de jaren tachtig. Dat is wat ik... Kan je een voorbeeld dan... noemen? Nou ja, daar heb je gewoon Transformers, Masters of the Universe, dat soort figuren. Ja, en dat is leuk om die weer te zien, weer te hebben. En nette modellen zet ik netjes in de kastjes. En andere gaan weer in de verkoop. En gaat u later uh, alle figuurtjes uh, verkopen? Nadat ze uh, heel uh, zeldzaam zijn? Uh, dat ligt aan hoe dat met, met mijn pensioen gaat. Ooit, misschien moet het, misschien hoeft het niet. Dus tot, zolang het niet hoeft, ga ik ze niet verkopen. Maar uh, misschien komt er daar weer een tijd dat ik zeg van uh, ben er klaar mee en dan ga ik alles verkopen. Kan ja, okay. ja. Wat, wat is uw uh, meest uh, bijzondere figuur in uw collectie? Nou, dat zijn er twee. Eentje is een heel zeldzaam figuur, wat alleen in, in Italië uitgebracht is. Dat is een Laser Light Skeletor. Oh, een Skeletor. Ja. En die heb ik eentje kunnen bemachtigen, compleet in een oorspronkelijke verpakking. Oké. Okay. En een ander figuur is, één figuur, waar ik zelf niet weet waar die vandaan komt. Die heb ik ooit in een groep, in een lot, gekunnen kopen. En het is voor mij onbekend waar dat die vandaan is. Hij is... Qua vorm precies hetzelfde, alleen qua materiaal en zo is hij anders. Dus kan het een testshot zijn? Ik weet het niet. Ik heb meerdere mensen al erover gevraagd, maar niemand weet waar dat die vandaan komt. Dus dat is gewoon een heel zeldzaam apart iets. Maar het is de vorm van iemand, helemaal qua structuur, helemaal precies hetzelfde als de originele figuren. Alleen de samenstelling klopt niet. Dus het lijf is hard en de armen en benen zijn gummy, flexibel. Dus ja toen dus is ze gewoon door andere mensen zo in elkaar gezet, uit verschillende figuren. Ja, maar alle figuren hebben net andere onderdelen. Dus die benen zien allemaal net iets anders eruit. Dus dat is precies hetzelfde als het origineel. Alleen, ja, de, 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 de materialen die gebruikt zijn, die zijn net wat anders. Oké. Okay. Over vroeger, hè? Ja. Hoe was u op school vroeger? Wil je dat echt weten? Ja. ja. Oké. Okay. Ik was een rustig, stil jongetje maar regelmatig kattenkwaad uithalen. En wat voor soort kattenkwaad? Ik weet niet of ik dat nou kan zeggen, want dan breng ik de meeste leerlingen op ideeën. Nou, wat we vooral vaak deden, was bij de techniek of de handarbeidles. Daar hadden we een magazijn, daar zat een stoel en een leesboek in. En die juffrouw moest dan spullen pakken en deden we de deur op slot. <laughs> dat die juffrouw daar kon gaan zitten en dan konden wij weer een uur, twee uur rond gaan lopen. Dat soort, dat soort dingen, ja. En kwamen u in de problemen of uh, werd u nooit gepakt? Uh, er kwamen we wel eens ooit in de problemen, maar dat hoort erbij. Dat is het, het spelletje ja. waar je speelt. Ja, nou actes accepteerden we en dan gingen we gewoon weer een uurtje schrijven. <laughs> dat is dan zo. Dan weten we, als je dingen doet en je wordt gepakt, ja helaas. Ja. Kom er gewoon vooruit, wees gewoon eerlijk erin. Ja, heb ik gedaan, klaar. Maar je hebt dan geen techniekles meer dus? Ja. Nu niet meer, nee. Maar hier hebben ze nog wel techniekles. <laughs> Dus ik hoop niet dat ik leerlingen op ideeën ga brengen. <laughs> het zou wel grappig zijn. Ja, ik zie meneer Kuipers of meneer Dubbeldam daar al zitten, ja. <laughs> en uh, ja, wat voor niveau deed u toen u ik klein was? Heb, Ja, VMBO heb ik gedaan. Dat is, uh, ja, VBO was het eerst. Dat is VVMBO nu geworden. Daarna heb ik MBO gedaan en HBO. En wat is VBMBO? VMBO. Dat is oh, VMBO. VMBO, Mavo. Ja. ja. MAVO. Ja. Maar dat heette vroeger allemaal anders. Oh, Oké. Okay. Wat was toen eigenlijk toen, uh, toen u nog op school zat? Wat, wat had u dan in gedachten dat u later zou worden? Ik wou eigenlijk altijd iets met dieren gaan doen. Oh. Dus maar er zat hier in Eindhoven Flora Fauna School en daar heb ik toen wel naar gekeken. Maar er werd toen al afgeraden om iets met beesten te gaan doen, omdat die opleiding zo heel klein is en heel moeilijk om daar binnen te komen. Um, ben ik maar met idee geweest om een dierenspeciaalzaak op te gaan richten. Detailhandelsschool gedaan, maar eigenlijk nooit uh, iets ermee verder gedaan. En wat van studie heeft u gevolgd op de MBO? MBO heb ik detailhandelsschool gedaan. En wat is dat precies? Detailhandelsschool school is ondernemerschapswinkel eigenaar. Mm -hmm. Dus al het rijden en zeilen van een winkel. Oké. Okay. Heeft u nog iets gedaan? Voordat u steward of concierge werd, of heeft u altijd al hier gewerkt? Nee, ik werk pas vijf jaar in het onderwijs. Daarvoor heb ik in de winkel gestaan. In de speelgoedwinkel bij de Bart <laughs> We hebben... Welke Bart Ik heb in de stad gestaan, winkelcentrum Woensel, Woenselsmarkt, Veldhoven, Bokstol. Dus overal waar nodig was, daar werd ik naartoe geplaatst. Oké, okay. heel interessant. Dat was leuk, <laughs> ja. totdat het Intertoys werd. werd het minder ja, leuk. dat is jammer. <laughs> ja, helaas. Maar ja, op zich wel goed, want dan ben ik ook weer hier gekomen. Ja. En dan kan je misschien nog zo'n zeldzaam actiefiguurtje vinden? Nou, in die winkels niet meer. Ja. Dat, was, dat was allemaal te oud, hè. Nee. Heeft u nog een tip voor uh, nieuwe leerlingen, maar het kan ook zijn voor leerlingen die al een tijdje op school zitten? Waar ik vooral heel veel zie, dat leerlingen aan zichzelf twijfelen. Te veel bezig zijn met van, ik moet goede punten halen, ik moet goede punten halen. Ik zou zeggen, ga niet aan jezelf twijfelen. Je weet wat je kan en zorg dat je gewoon rustig blijft. Dankjewel Patrick. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Jullie ook bedankt heren. Alsjeblieft.